Een onderzoeksprogramma is van belang voor het belichten van diverse aspecten van het slavernijverleden. Dit is een van de zaken waaraan het Nationale Comité Herdenking Afschaffing Slavernij en Onderzoek Gevolgen van het Slavernijverleden zal werken. Johan Rozer, die werkte aan de oprichting van dit comité, zegt dat ze zich zullen richten op de organisatie van nationale herdenkingsactiviteiten in de periode 1 juni 2022 tot 1 augustus 2023. Terwijl we dus activiteiten zullen ontplooien, is het de bedoeling dat we ook gaan werken aan een nationaal onderzoeksagenda. Omdat we tot op dit moment vanuit meer Nederlands perspectief is er onderzoek gedaan naar het slavernijverleden. Maar hier is plaatsdelict, hier heeft de slavernij plaatsgevonden. Dus we willen met onderzoeksinstituten, met wetenschappers, met theologen, met antropologen, zoveel mogelijk, zo breed mogelijk, wetenschappelijk veld willen we komen tot een nationaal onderzoeksagenda dat moet overlopen na 23. En zoals we tot op dit moment met elkaar hebben afgesproken, is het de bedoeling dat de nationale onderzoeksagenda, dat het in 2023 gereed staat om ermee aan de slag te gaan. De activiteiten die in het kader van 149 en 150 jaar afschaffing van de slavernij georganiseerd worden, zullen vooral gericht zijn op herdenking. Rozer zegt dat het comité niet gaat feesten. Dat moet volgens hem ook niet de focus zijn van de gemeenschap. We zetten in op een zinvolle besteding, of althans zinvolle herdenking van de afschaffing van de slavernij. We gaan niet feesten. Wij zetten niet in op feesten. Wij zetten in op herdenking. En een waardige herdenking ook. En we zetten in op onderzoek. Dat zijn de twee dingen die we willen doen. En we denken dat bij de herdenking dat we een landelijke benadering aan zullen geven. Waarbij organisaties in de districten ook bij betrokken zullen worden. En dat is van belang, denk ik, bij de samenstelling van het nationaal programma. En daarom zijn de gesprekken dus ook met hun opgestart. We hebben ondertussen brieven gestuurd naar de Gramangs om te vragen dat zij zelf ook hun visie geven in een one-pager over het slavernijverleden. Zodat we dat verder ook kunnen meenemen in de verdere discussies die we zullen hebben. We moeten niet feesten, we moeten herdenken, omdat de doorwerking van het slavernijverleden nog steeds merk en voelbaar is in de samenleving in het geheel, maar onder de Afro-Surinamers in het bijzonder. En er zijn een aantal vraagpunten die moeten worden opgelost. En met het herinneren leggen we de focus niet alleen maar op slavernijverleden, maar we willen dus ook nagaan van hoe kunnen we samen met elkaar erop vooruit gaan. En wat zijn de angels die weggenomen moeten worden? U weet dat er een nationaal comité is, of althans de Reparation Commissie onder leiding van meneer Sunder. Dat op zich zijn heel specifieke dingen, excuses aanbieden, reparation en hoe dat verder vorm moet krijgen in de samenleving, met name onder de Afro-Suriname. Het Nationale Comité Herdenking Afschaffing Slavernij en Onderzoek Gevolgen van het Slavernijverleden zal na gesprekken met de overheid geproclameerd worden. Rozer zegt dat in het comité de Afro-Surinaamse gemeenschap breed vertegenwoordigd is. De organisatie NAX, Federatie voor Afrikaans Ranamang, Fitifuwini, het Nationale Reparatieplatform, aangevuld met exponenten uit de Afro-Surinaamse gemeenschap in het binnenland en inheemse gemeenschap, zijn vertegenwoordigd in dit comité.